Leerkrachten van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, gingen vandaag met gemengde gevoelens terug naar school. KOB-voorzitter Bernice Baron zegt dat na de bemiddeling van DNA-voorzitter Marinus B. gisteren de rust nog niet helemaal is teruggekeerd onder de leerkrachten. De KOB heeft ervoor gekozen haar leden weer naar het werk te sturen onder de voorwaarde dat de rechtszaak die het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tegen de bond heeft gespannen, wordt ingetrokken. Baron vindt het erg dat het ministerie naar het uiterste middel heeft gegrepen om zo de leerkrachten te dwingen weer aan het werk te gaan. Hoewel het ministerie heeft aangegeven dat de rechtszaak tegen de bond wordt ingetrokken, vindt Baron dit signaal niet prettig. Want we hebben toch ook ons stakingsrecht? Ja. We weten dat wij onze stakingsrecht hebben en we weten ook dat als je in actie bent en die overheid vindt van ik ga je niet betalen, dat weten we ook. Maar het lijkt nu, elke keer grijpt de overheid nu, we gaan je voor het gerecht sliepen. Het lijkt alsof mensen monddood gemaakt worden, zo zie ik het hoor. Mm-hmm. Het lijkt alsof men monddood gemaakt wordt, je mag niet meer praten. Zolang je praat, je komt op voor je rechten, dan is het niet goed. En dat vind ik wel minder. De KOB zal aanstaande vrijdag in overleg treden met het onderhandelingsorgaan onder leiding van Maurits Hassenkan. Baron hoopt dat er verbetering gebracht kan worden in de situatie van de leerkrachten, omdat de huidige situatie niet langer uit te houden is. Nou, we verwachten tenminste dat er iets positiefs uitkomt. We verwachten het, want leerkrachten hebben het moeilijk. Ze hebben het echt moeilijk. Ik weet niet in welke sfeer er iets gedaan gaat worden voor de leerkrachten, maar we verwachten wel dat er iets gedaan wordt voor ze. De kinderen ontberen onderwijs, ja. Maar wat about de leerkracht? Toch? Mm-hmm. Als die leerkracht niet in staat is onderwijs te bieden, want de middelen zijn er niet, dan snap je dat er geen onderwijs kan zijn. Baron benadrukt dat het besluit genomen is om de leerkrachten voorlopig naar school te sturen. In afwachting op iets positiefs bij het gesprek van aanstaande vrijdag met het onderhandelingsorgaan.